Vandaag heb ik voor jullie de laatste leak voor de nieuwe Battle Pass van Chapter 5 Seizoen 4. Verder in deze video heb ik een hele grote verrassing voor jullie, dus kijk deze video helemaal af. Want geloof me jongens en meisjes, deze verrassing gaan jullie allemaal heel erg leuk vinden. Yes, jongens en meisjes, in deze video ga ik jullie een van de laatste leaks laten zien voor de aankomende Battle Pass van natuurlijk Fortnite Chapter 5 Seizoen 4. Dus blijf deze video helemaal afkijken om erachter te komen wat wij dus aankomende Battle Pass eigenlijk kunnen gaan verwachten in het nieuwe Fortnite seizoen. Maar jongens en meisjes, voordat ik dat ga laten zien, ga ik jullie ook in deze video een bekentenis afleggen. Want ik ga namelijk binnenkort, ik zeg nog niet wanneer, maar heel snel een van de lijpste giveaways ooit doen die ik natuurlijk heb gedaan. Dus dat heeft betrekking met de itemshop, dat heeft betrekking met V-Bucks en dat heeft betrekking met een Battle Pass. Dus jongens en meisjes, wil je nou alvast op de hoogte blijven, abonneer dan sowieso even op mijn kanaal met dat belletje aan, want dan mis je natuurlijk niks. En wat je alvast kan doen is naar de itemshop toe gaan en in de itemshop de supporter creditcode T's intikken. Kortste code van Nederland en België, want als je die natuurlijk al invult, heb jij misschien, kan ik jullie nu alvast vertellen, stiekem 2 stappen gedaan. Dus ja, meer ga ik er niet over vertellen. Binnenkort ga je alles meer zien natuurlijk daarover. Maar nu gaan we over tot de video wat betrekking heeft met de Battle Pass. Want ik heb natuurlijk al een aantal video's gemaakt, jongens en meisjes, over het aankomende seizoen. Over de aankomende Battle Pass. En vandaag heb ik weer een screenshot gekregen van een bekende leaker. En buiten dat heb ik natuurlijk over de giveaway die ik zei een andere leak gekregen. Wat ermee te maken heeft met de itemshop. En daarom wil ik dus die giveaway doen. Dus blijf deze video sowieso afkijken. Want op dit moment zitten we als het goed is precies op 50% van dit Fortnite seizoen. En de Battle Pass hebben we natuurlijk al helemaal unlocked. Maar dat betekent nog dat jij nu nog ongeveer een maand de tijd hebt om natuurlijk deze Battle Pass helemaal uit te spelen. Dus heb je dat nog niet gedaan, zou ik zeggen, ga even doorgrinden. Ik heb dit seizoen ook nog niet heel erg veel gegrind. Maar dat moet je eigenlijk wel even gaan doen. Want ik heb dus weer een pagina toegestuurd gekregen uit dus de Battle Pass. Ik weet niet precies welke levels, daar gaan we zo meteen achter komen. Maar dat is dus net zoals dit, gewoon een pagina waar we dus een skin kunnen zien. En dat heeft dus te maken met de Battle Pass voor Chapter 5 Seizoen 4. Dus ik denk dat het wel gewoon een goed moment is om die eigenlijk gelijk erbij te gaan pakken. En dat heeft te maken met de Wanderer. Ik weet niet of jullie weten, die loopt natuurlijk nu rondjes in de map. En ik ga de screenshot gewoon gelijk laten zien. Here we go. 3, 2, 1. Ploep. Dit is de screenshot, jongens en meisjes. Kijk eens aan. Dit is dus een screenshot uit de Battle Pass voor het aankomende Fortnite seizoen. En zoals je kan zien is het dus de Wanderer. Maar dit is dus niet zomaar een skin, want we weten op dit moment nog niet wie de Wanderer is. Maar zoals je kan zien zit dus hier de Foundation skin onder de cape van de Wanderer. Dat betekent dat we misschien weer aankomend Fortnite seizoen inderdaad weer een sterke verhaallijn gaan krijgen in Fortnite. Waarbij we dus de Foundation misschien wel terug kunnen gaan zien wat heel erg bekend is. Want zoals we kunnen zien hebben we hier dus de skin. De skin ziet er sowieso top uit. Ik vind het redelijk nice. Het zou ook gewoon zoals je kan zien een bonus skin kunnen zijn. Maar hij staat er dus echt inderdaad bij als level 40/45. Maar als we dus gaan kijken wat we dus hier zien, hebben we dus weer een loading screen. Loading screen van de Wanderer. Maar als je naar het hoofd goed kijkt, zie je dat daar dus inderdaad het hoofd van de Visitor in zit. Of natuurlijk de IO Guard, ik weet niet precies hoe ze heten. Maar daar houdt het niet bij op. We zien natuurlijk wederom weer V-Bucks. Want je ziet elke keer 2 paar V-Bucks. Wat enigszins wel relatable is, zeg maar. Dan zien we een cape. En die cape is denk ik de backbling van deze skin. Want de skin zelf heeft al een soort van cape aan. Dus ik denk dat je dan een soort van dubbele cape kan gaan rocken. Wat insane vet is. Dan hebben we natuurlijk spray. Die ik zelf persoonlijk nooit gebruik. Maar ja, misschien gebruiken jullie wel sprays. Let me know in de comments. Wederom wat ik al zei, V-Bucks. Want je moet natuurlijk wel je Battle Pass V-Bucks terugkrijgen uit natuurlijk de Battle Pass. Dus dan kan je uiteindelijk dingen kopen. En dan een pickaxe. En deze pickaxe ziet er legit echt tanto sexy uit, man. Ik weet niet of je hem goed kan zien, maar die ziet er echt wel heel erg lijp uit. En dan hebben we natuurlijk wederom de skin hier zo. En dit is dus een van de laatste leaks die ik tot nu toe heb gekregen, dus van de leakers. Dus ik zou zeggen, neem het er nog maar even van. Maar wat vinden jullie, dames en heren, dat is inderdaad misschien wel onder de Wanderer dus deze skin zit. Vinden jullie dat hard? Vinden jullie het niet leuk? Laat even jouw mening achter in de comments, want ben ik heel erg benieuwd naar. Want dit is dus daadwerkelijk een van de laatste leaks die ik dus nu gehad heb. En ja, dat is het gewoon. Ik kan nu op dit moment niet meer laten zien. Ik zei natuurlijk wel dat ik nog een geheimje voor jullie heb. En dat is natuurlijk niet iets met de Battle Pass. Want daarom ben ik met de Battle Pass begonnen. Maar dat heeft dus te maken met de itemshop. En daardoor wil ik dus ook die grote giveaway tegen die tijd gaan doen. Hou er wel rekening mee. Ik kan niet beloven dat dat in dit seizoen is. Wellicht gaat dat dus in het nieuwe Fortnite seizoen zijn. Maar daar moet je gewoon voor abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Want als je kan zien, de itemshop is op dit moment een beetje matig. We zien een paar auto's erbij die wel lijp zijn. We hebben natuurlijk weer de Invisible skins. Als je verder gaat kijken, hebben we de 4th of July skins. Maar buiten dat, jongens en meisjes, zijn wel redelijke lijpe skins. Alleen, weet je, ik ga jullie zo meteen niet laten zien. Dat is echt 10 keer harder, jongens en meisjes. Want ik ga weer eventjes een screenshot erbij pakken die ik van andere leakers gekregen heb. En dit is namelijk een samenwerking waar al heel lang van gespeculeerd wordt dat in je Fortnite gaat komen. Maar nu is er dus ook daadwerkelijk de allereerste screenshot van. En dat is deze screenshot. Kijk eens aan. Eindelijk, jongens en meisjes,
is er dus een leak, een tease, dat wij dus inderdaad gewoon 5 Nights at Freddy gaan krijgen in Fortnite. Als dit gaat komen, jongens en meisjes, bro, dan ben ik tant toe hype. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar check even. We hebben hier dus sowieso Freddy Fazbear. Dit is de hele bundel. Er staan hier dat die free is, want ja, ze kunnen de Feebus prijs nog niet geven. Maar je ziet dus een skin met een pump vast. Je ziet dus een pickaxe als hand. Je ziet een backbling die natuurlijk dat cake is. En natuurlijk een e-boat. Maar zoals je kan zien, staat hier dus alles gescheiden van elkaar. Dus je zou ook nog eens alles los kunnen kopen. En hier zie je dus al rechts de skin. Echt, jongens en meisjes, als dit in Fortnite zou komen, zou jij dan dit kopen, ja of nee? Ik zou dit echt tant toe snel gelijk kopen, want ik vind het echt super sick. En daarom had ik het dus over de giveaway. Want als dit dus daadwerkelijk in Fortnite komt, wil ik dus een van de lijpste items op giveaways gaan doen die ik ooit, maar ook echt ooit gedaan heb in Fortnite. Dus daarvoor heb ik al gezegd, je moet gewoon abonneren op mijn kanaal met een belletje aan, want dan mis je dus niks, jongens en meisjes. Want eerlijk, ik vind het echt tant toe ziek. Ik vind deze screenshot van deze items op misschien nog wel harder dan de Battle Pass screenshot. Ik zeg jullie heel eerlijk. Tuurlijk, deze video gaat over de Battle Pass en over deze giveaway. Maar bro, eerlijk, het is echt tant toe ziek, jongens en meisjes. Ik ga ervan uit dat dit een Gaming Legends serie skin gaat worden. En ik denk dat deze ongeveer rond de 2000 V-Bucks gaat zijn als het niet duurder is. En ik denk dat deze dingen ook echt al aan de redelijke dure kant gaan zijn. Dus daarom dacht ik, yo, ik ga tegen die tijd gewoon een lijpe giveaway voor jullie doen. Maar nou, natuurlijk niet bij op, jongens en meisjes. Want ik heb natuurlijk al gezegd dat ook in deze video, of ik weet niet of ik het heb gezegd, dan zeg ik het nu. In deze video ga ik voor jullie ook even een kleine giveaway bekendmaken. Want ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen de Battle Pass laten kopen. Zodat iedereen kan genieten van het nieuwe Fortnite seizoen. Dus wil je nou alvast kans maken om een gratis Battle Pass als Fortnite Chapter 5 Seizoen 4 start, dan moet je even een aantal stappen doen. Want je maakt dan gewoon kans op dit mooie kaartje. 1000 V-Bucks, daar kan je de Battle Pass zeker van kopen. Maar je kan ook voor kiezen om iets uit de items op te kopen naar keuze. Wat je zelf wil, maar je maakt in ieder geval kans op dit kaartje. Stap 1 die je daarvoor moet doen, is de belangrijkste stap. Items op toe gaan, code T's aanzetten, jongens en meisjes. Want code T's, daar betaal ik bijna alle giveaways van. Dus als je de code T's aanzet en dan op search klikt, heb je dat groene streepje staan. Dan ben je gezetteld, dat is stap 1. Stap 2, geabonneerd op mijn kanaal. Zet dat belletje ook aan, jongens en meisjes. Mis je niks van mijn video's. Kan je morgen de allereerste zijn die gewoon een likeje achterlaat. Of een comment erop natuurlijk, wat gewoon heel erg nice is. Stap 3, duimpje omhoog achterlaten. Je moet wel even een beetje support showen, man. Kom op, laten we eerlijk zijn. Beetje support zal altijd nice zijn. En stap nummer 4, jongens en meisjes. Jouw Epic Games naam achterlaten. Je Epic Games naam zorgt ervoor dat ik jou kan toevoegen en kan giften. Laat ook even weten of je uit Nederland of uit België komt. Dat zou ik gewoon heel erg fijn vinden. Want anders weet ik dat ik een ander kaart voor jou moet kopen. En jongens en meisjes, de laatste stap, wat ik heel erg zou waarderen, is mij toevoegen op Snapchat. Mijn Snapchat naam staat nu in beeld. Ik weet ook niet of ik dat ding in beeld kan brengen, dat je makkelijk toe kan voegen. Maar als je mijn Snapchat wilt toevoegen, dan ben ik heel erg actief op. Daar doe ik bijna elke dag een soort van dagvlog op. Dus ik zou zeggen, voeg maar daar even op toe. En laat ook even jouw Snapnaam weten in de comments. Want wie weet ga ik jou terug toevoegen op Snapchat, zodat er een paar mensen leuk kunnen commenten. Bedankt voor het kijken naar deze video, jongens en meisjes. Als er weer een nieuwe leak is, ga je het sowieso voor mij zien. Maar voor nu is het even de laatste die ik heb kunnen vinden. Bedankt voor het kijken. Morgen geen video online, want morgen speelt Nederlands elftal. Dus gaan we even genieten. Hopelijk gaan ze die finale halen. En donderdag ben ik dus weer terug op jullie beeldscherm met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Tot donderdag. En voor nu zeg ik gewoon later.